Achter mij hangt Kit, het nieuwste kunstwerk van het Erasmus MC. Kunstenaar Ron van der Ende heeft er maandenlang aan gewerkt in zijn atelier hier in de buurt. Afgelopen week is het kunstwerk in delen vervoerd naar het Erasmus MC en opgebouwd in de hal bij de hoofdingang. Ron, afgelopen week ben je heel druk bezig geweest met het ophangen van het kunstwerk. Waar moest je zoal op letten tijdens het ophangen? Eigenlijk op ontzettend veel dingen, want het is behoorlijk ingewikkeld. En die muur is niet speciaal hiervoor gebouwd, dus het was gewoon een gipsplaatwand eigenlijk. Dus ik moest een constructie bedenken waardoor het kunstwerk stevig aan de muur hangt, maar waardoor de muur ook steviger wordt. En dat is allemaal gelukt, maar ik moest dus wel precies op het juiste punt, want het moet gewoon zeg maar verbonden worden met de constructie die erachter zit. Ja, eigenlijk ging alles heel erg goed. Ik heb ook gewoon mijn best gedaan om overal zoveel mogelijk van tevoren rekening mee te houden. En voorbereid op alles wat mis kon gaan, maar er ging niks mis. Met de hand zijn duizenden stukjes mozaïek van gekleurd sloophout verwerkt. De stukjes hout zijn gemaakt van oude planken, vloeren en deuren die ooit zijn weggegooid. Kit is 4,6 meter hoog, 4,5 meter breed en 32 centimeter diep. Ja, het is eigenlijk precies geworden zoals ik in gedacht had. Dat is eigenlijk heel vreemd. Als je dus echt gewoon een half jaar terug iets bedacht hebt en ontworpen hebt en daarna ga je bouwen. Dat is een ontzettend ingewikkeld proces geweest. Maar dan wordt het gewoon toch precies hoe je het gedacht had inderdaad. Dus, en ook hoe het hier werkt. Ik ben daar echt heel blij mee.